Dan hebben wij, ik denk een anderhalf week geleden, twee weken geleden, kregen wij een heel cool nieuw item binnen. En dat is de Ultimate Control BT. De ultieme versie, het ultieme hulpmiddel om jouw muziek te sturen tijdens je shows. Nou, wat houdt dat in? Je kan natuurlijk op je telefoon muziek zetten, je kan op je mp3-speler muziek zetten, op een cd, minidisc. Maar met dit systeem, ik ga het je even laten zien, ik pak even een tablet erbij hier. Ik heb een andere tablet liggen, is wat groter om te laten zien. Ik open even dit. Even kijken, doe het zo. Dan leg ik hem ondersteboven neer. Dit is de Ultimate Control app. Nou, je krijgt bij een afstandsbediening. Ik zet die even aan. Hier is de remote. Tik ik op voor het idee. Hij vraagt om te koppelen met de remote. En als het hier groen wordt, dan werkt mijn remote. Je hebt afspeellijsten. Ik heb er hier een aantal ingezet. Ik noem bijvoorbeeld Magic René. Nou, hier staan de nummers die hierin staan. En die nummers die kun je gewoon afspelen. Dat kan met deze afstandsbediening die 3D knoppen heeft. Dus in je zak voel je die knoppen zitten. Als ik erop zou drukken. Ik zou iets harder zetten, dan kun je het horen. Dan geeft je waarschijnlijk een bekend nummer. Ja, je kunt natuurlijk switchen naar andere nummers. Oké, maar hoe doen we dat? Je kan natuurlijk ook pauze zetten als je wil. Je kan het stoppen. Dat kan met elk ding. Maar, stel voor, je gebruikt dit liedje. Klaar mee lopen. Om een toeschouwer uit het publiek te halen. Soms zit een toeschouwer voor in de zaal. Soms achter in de zaal. Je toeschouwer komt naar boven. Jij weet niet wanneer je muziek moet stoppen normaal. Of je moet naar je cd-speler lopen. Nou, hiermee kun je ook velen. Dat houdt in. Stel, de toeschouwer komt nu de trap op. Je drukt op dit knopje. De toeschouwer is er. En je hoort dat de muziek langzaam wegloopt. Nou, officieel gaat hij nu over naar het volgende nummer. Nu ook een nummer van Seal komt er nu aan. Die gaat verder naar het volgende nummer. Maar je kunt ook in de opties zetten, in je afspeellijst zetten, dat een nummer op pauze gezet moet worden. En dat gaat dan vanzelf. Dat ga ik zo meteen even laten zien. Dus je kunt nummers pauzeren en aanzetten. Je kunt nummers laten wegfaden. Maar je kunt ook nummers laten crossfaden. Wat is crossfaden? Het ene nummer gaat weg en het andere nummer komt op. Dus als ik hem op play zet. Ik weet niet of het te horen is. De Seal. En we gaan hem over laten lopen in Dance Little Sister. Nou, als ik deze knop even ingedrukt houd, komt er hier ook een... ik zal het even duidelijker maken. Dus je kunt namelijk een dingetje aanzetten dat op het scherm duidelijk te zien is wat er gebeurt. Dat is een andere app die een melding geeft. Dat even zo doen, kun je het nog duidelijker zien. Kijk. Komt op het grotere beeld. Dit nummer speelt nu Crazy en Dance Little Sister, niet harder gepraat hier, is het volgende nummer. Op het moment dat ik ga crossfaden, gebeurt dit. Let op. Eén nummer loopt zacht weg, deze gaat gewoon verder. Naadloos, op elk moment dat jij wil. Nou, dat is natuurlijk super. Nou, die kun je ook weer poseren. Je kunt ook volume regelen met de afstandsbediening uiteraard. Kijk, je ziet ook wat er gebeurt op het scherm. Als je het één keer drukt, gaat hij meteen een hele stap omlaag of omhoog. Hou je hem ingedrukt, dan gaat het in principe langzaam aan. Dus die kun je ook allemaal kiezen. Even terug naar de afspeellijsten. Ik sta even op, even stop. Gaan we naar de afspeellijsten. Even kantelen. Ik moet even allemaal ons erboven doen. Zo. Zet we dit even uit. Fade heb je ook nog een knop voor. Daarmee kun je instellen of je wil, als je op de knop fade drukt, dat de muziek snel weggaat. Of lang duurt. Dat kun je ook instellen allemaal. En je hebt nog wat andere opties ook. Ik ga even naar de afspeellijst. Dat zit hierboven. Tik. Nou, ik pak hier even een afspeellijst. Een Magic René. Ik zijn hier ook lang ingedrukt. Dat betekent dat ik hem kan editen, deleten, dupliceren of cancel. Nou, ik wil hem editen. Dit zijn mijn nummers die hierin staan. En je ziet hier allemaal playticketjes staan. Nou, playticketjes betekent dat een nummer, na afloop van het nummer, dat dit gebeurt. Dat is vaag. Dus, ik zie hier bijvoorbeeld Crazy staan. Als het nummer afgelopen is, dan staat een playtekentje bij, gaat hij daarna naadloos over in Dance Little Sister. Hij houdt ook de pauzes weg. Zou ik dit doen, dan stopt hij na Crazy automatisch. Dan springt hij op pauze voor het volgende nummer. Dus als jij net als iemand uit het publiek komt en je laat hem wegveden, je zou Crazy laten wegveden, gaat hij daarna niet automatisch verder naar Dance Little Sister, want hij blijft hangen op pauze. Zou je dus dan het signaal
play geven, begint hij met het volgende nummer. Dat is heel cool. Maar even een vraag. Ja. Zou je hem nou nog een keer in laten kunnen komen dat je bijvoorbeeld nog een assistente nodig hebt? Nou, wat je kunt doen is dit. Kijk, stel dat je zegt dat het nummer Crazy de hele show zou gebruiken. Ik noem het geks. Dan kun je zeggen, Crazy, kun je hier kiezen. En dan zeg je, Duplicate. En dan, als het goed is, staat hier nog een keer Crazy. Dan kun je zeggen, kun je Crazy, kun je bijvoorbeeld ook... even kijken hoe ik dat goed slepen. Ja, dat komt niet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, ik zet... Nou, dit nummer weer Crazy. Dus dan kun je eigenlijk telkens hetzelfde nummer gebruiken. Je kunt ook per nummer, je kunt hier zien... Je kunt custom volume, dus je kunt per nummer aangeven hoe hard of zacht het moet klinken. Je kan het dupliceren. Time delay, dus je kunt zeggen... Ik wil een time delay van 10 seconden bij dit nummer. Dus als ik op de knop druk, want ik moet mijn buikspreekpoor pakken of wat dan ook... Moet er 10 seconden tussen zitten voordat de muziek begint. Kun je ook allemaal instellen. En je kunt dus ook afspeellijsten dupliceren. Wat ik zou doen... Ik heb het zelf niet in gebruik, maar wat ik zou doen is de nummers... De namen van de nummers wijzigen in de naam van je truc. Dus... Konijn uit Kiss, bowlingbalproductie. En dan kun je gewoon, als je dat eenmaal gemaakt hebt, heb je gewoon een complete act zeg maar, erop staan. En als je dan die hele lijst dupliceert, kun je hem gewoon heel simpel aanpakken door te slepen. Dingen op een plek te zetten. Nou, dat is fantastisch. Nou, je kunt ongelimiteerd aantal afspeellijsten aanmaken. Je kunt ongelimiteerd aantal nummers invoegen. En wat ik je heb laten zien, zijn in principe alle basisfuncties. Het werkt met Bluetooth, dus ja, dit kan... gewoon op dit moment een eigen Samsung tablet. Wat je erbij krijgt normaal is een speciale Ultimate Control tablet. Dat is deze, zeg maar. Dus de Ultimate Control tablet. Die heb ik nu even niet gebruikt omdat die kleiner is. Maar ik zal het opstaan te kijken. De accu is leeg. Ja, dat is niet heel handig. Dan krijg je een mooi hoesje bij. Dat is dat je hem niet in het donker kwijtraakt. Want als je de hoes erop sowieso helpt het tegen het stuiteren. Dat het niet het ding beschadigt, zeg maar. Als je het eromheen doet. Dan zie je hem in het donker bij het opruimen. Altijd liggen en blijft hij niet achter op de laatste plek waar jij een show hebt gegeven. Dus dat is sowieso super handig. Je krijgt een oplader erbij. Je krijgt toegang tot een heleboel instructievideo's. Hoe werkt mijn afstandsbediening? Hoe maak ik afspeellijsten? Dus dit is zeg maar wat hier ligt. Deze set is je Ultimate Control BT. Nou, ik zet hem niet uit hier. Hier mijn app zo meteen ook uit. Deze set kost bij elkaar €475. Je koppelt overigens dit dingetje met een kabeltje gewoon aan je versterker. Optioneel hebben wij ook nog een kastje, een Bluetooth transmitter. Die kun je op je versterker aansluiten en dan hoef je geen kabel te leggen. En dan koppel je dit ding met je transmitter en een afstandsbediening met je tablet. En dan kun je je tablet voor je op de grond leggen. Zou je dan die screen option aanzetten, dus dat je met grote letters ziet welk nummer speelt, zie je dat gewoon voor je liggen of op je tafel of wat dan ook, hoef je niet een kabel te hebben lopen. Dus een zeer gaaf ding. Ik ben er snel bij, maar we proberen ze vooruit te houden, maar ze gaan snel. En wat kost je Bluetooth transmitter? Bluetooth transmitter uit mijn hoofd dacht ik dacht rond de €20. Maar dan kun je op de site zien, kun je hem als extra optie meebestellen. Duidelijk toch, dacht ik? Oké. Okay.